Beste kijkers, op 24 april neem ik u graag mee naar de dagkaart van Randstad voor de wekelijkse BNP Paribas Turbotip in samenwerking met de aandeelhouder. Wat is daar namelijk gaande op het speelveld? Een interessante charttechnische propositie, namelijk een dubbele bodem binnen de downtrend. En dat behelst dan een verzwakking van de downtrend en een seriële kans dat de bulls mogen opstomen naar de tussenliggende top. Heel veel informatie in een korte zin. Het betekent een opveren vanaf 50 plus. U ziet hem daar staan. De tweede bodem is nu in de maak met een tweede witte candle vandaag. Opveren vanaf 50.10 naar de tussenliggende top en die ligt op 54. En als je dat dan doet met een interessante turbo met een redelijk hoge hefboom, bijna 4, dan praten we over de turbo long 42.10. En als de bulls doen wat we van hen mogen verwachten, dan kun je daar een aardige score mee maken. Anders gedefinieerd, de downtrend die is nog valide. We zien lagere toppen, lagere bodems, maar dat zwakt af door die gelijke bodem nu op 50.10. En een verzwakking van de downtrend mag aanleiding zijn om charttechnisch gezien turbo long posities, rebound posities te overwegen. De trend als zodanig blijft nog negatief, zoals gezegd, niet eerder dan boven 54 en eigenlijk boven 54 drie kwart gelijk aan de SMA-lijn. Dan kan het tij echt keren, dan mogen we ons opmaken voor een nieuwe trendingfase, een positieve trendingfase. Voor nu dus bezien of de bulls dit weten vast te houden. Opnieuw een witte candle vandaag, meer witte candles richting 54, daarvan profiteren met de turbo long 42.10. Ik wens je daarbij veel succes.